Yo, Nintendo fans. Het is kapot heet. In real life. En in Paper Mario The Origami King. Want we zijn hier in deze vuurtempel beland. En we gaan hier waarschijnlijk de vuurorigant vinden. Super tof dat je naar deze serie kijkt, jongens. En ik zou zeggen, volg me als je dat nog niet doet. Want we gaan deze game uitspelen op YouTube. Let's go. Wat is hier gaande? Ik hoor een geluid. En Olivia, die hoorde dat ook. Wow! Wow! Check die Moltres! What? What? Deze Moltres is sick! We moeten tegen Moltres battelen! Holy crap, het is een... Nee, het is geen Moltres, het is een super toffe Phoenix! Een Phoenix! Herrezen uit de dood! In vuur en vlam staat hij! Ik vind deze wel vet, zeg! Dit is wel echt de tofste origant tot nu toe! Holy crap! What? Deze is vet! Kijk hem eens branden, maar hij verbrandt niet! Wat een fascinerend wezen! Maar het arme ding is opgevouwd als Origami Mario! We moeten hem zien af te koelen! Ja, ik moet zelf ook afkoelen, zeg! Holy moly, wat is het warm, jongens! Oké, okay, let's go! De vuurorigant! Eens even kijken wat hij in petto heeft voor ons, jongens! Ja, we moeten hoogstwaarschijnlijk dus de waterorigant gaan gebruiken bij deze baas! Want, ja, water tegen vuur, toch? Dat hebben we geleerd van Pokémon. Moet je dat zien? Zijn vleugels zijn enorm. Zo'n statige vogel moet wel een origant zijn. En hij staat in brand. Dat past wel bij een vuurorigant. Yo, Olivia. Wat is onze eerste set? Wat gaan we doen? Ja, ik denk dat ik sowieso die knop eens even aan ga zetten. Dan gaan we naar links. En dan gaan we naar beneden om hem aan te vallen. Met de aanknop aan. Ik, ja. Lekkere start dit. Lekker opgelet, Rick. Jongen, jongen. Ja, dat doe ik goed. Lekker bezig. Zag je dat? Zijn HP ging omlaag toen hij die veren kwijtraakte. Oh, hij zal wel zwak zijn, maar als hij al zijn veren kwijtraakt, is het ook een beetje zielig. Oké, we moeten dus iets met tegen die veren doen. En we moeten dus inderdaad niet op die brandende plekjes komen. Nou, dan gaan we nu wel even kijken hoe we dit gaan doen. Ja, oké. Dan gaan we hier naar beneden aanknop. Dan pakken we de schatkist erbij. Oké, die haalt wat plekjes weg. En dan staan we nu inderdaad daar bij de aanknop. Ik heb hier mijn vouwarmen. Geen idee of dit gaat werken. We moeten dit gewoon even checken of dit gaat werken. We kunnen hem nu slaan. Nee, we kunnen hem niet slaan. We mogen het vuur niet aanraken. Oké, dit werkt dus niet, jongens. We moeten dus een manier vinden... Ja, dit gaat niet helemaal goed. We moeten dus een manier vinden om dat vuur weg te krijgen. Of moeten we hem gewoon uitputten? Dat kan natuurlijk ook. Ik wil gewoon even kijken wat er gebeurt als we bovenop hem springen. Met bijvoorbeeld glanzende ijzerschoenen. Dus even kijken of we hem hiermee kunnen raken, jongens. Of dat dit ook pijn gaat doen. Ja, dit doet wel iets, maar dit doet niet heel veel. Hij heeft niet heel veel HP trouwens. Ik denk trouwens echt dat we hem misschien wel moeten gaan laten uitputten. Kijk, zie je? Ja, misschien is dit toch de tactiek. Dat we dan uiteindelijk op het einde de waterorigant kunnen aan gaan roepen. Dat we hem wel moeten gaan uitputten. Code rood, zegt Olivia. Er liggen een heleboel brandende veren op de ringen. Blussen voordat het te laat is. Oké dan. Ja, blussen deden we met het kistje. Hoe gaan we het anders blussen? Ik ga even de envelop pakken, want ik wil even weten hoe ik dit aan moet pakken. En daarna hebben we een hartje en daarna kunnen we weer op zijn bakken springen. Eens even kijken. Kijk, de envelop. Als je de vakken die je nodig hebt niet ziet, kun je een kist openen. Als je de vakken die je nodig hebt niet ziet, kun je een kist openen. Ja, dat wist ik al. Die kist die haalt dus inderdaad wat vuur weg. Maar het was nu geen kist. Dus ja, lekker dan. Hier in ieder geval een hartje. Hebben we HP erbij, 30 HP. Zou ik hem met mijn ijshamer kunnen slaan? Laten we dat gaan proberen. Oh, we kunnen hem helemaal niet slaan. Ah, oké. Dan gaat hij weer. Weer die verenstorm. Oh man, we kunnen bijna niet meer lopen. Ik ga hem gewoon gelijk slaan. Althans slaan, ik ga gewoon op zijn bakken springen. Let's go. Ah, dit is zo lastig. Let's go Mario. 4 HP eraf. Het is niet, misschien niet heel veel, maar goed. Oké, verdedigd. Dan gaat hij weer. Nog een verenstorm. Jongens, we kunnen bijna nergens meer lopen. Ik ga eens even wat toads laten juichen. Misschien kunnen de toads mij helpen. En volgens mij heb ik veel te veel muntjes gebruikt. Dit zijn er veel te veel. Nou ja, dan krijg ik me hopelijk weer HP erbij. 50 HP erbij. Ja, voor de rest gebeurt er helemaal niks. Ik moet dat kistje nu hebben, jongens. En dat kistje kunnen we pakken door gelijk recht naar beneden te gaan. Zo. En dan pakken we het hartje. Dan kunnen we alleen niet aanvallen nu. Maar goed, ik moet echt even... Wat?
Haalde dat kistje haalt... Oh ja, wel, dat kistje haalt wel wat weg. Ik dacht even dat het helemaal niet werkte met het kistje. Maar het werkte wel met het kistje. Ja, we zijn hem dus echt aan het uitputten. Hopelijk gaat het allemaal goed, jongens. Ik moet sowieso die aanknop ook gaan gebruiken. Ik moet alvast dat ding aanzetten voor straks aan het einde, als die misschien helemaal moe is. Misschien is dan zijn vuur weg en dan kunnen we hem misschien gaan pakken. Ik denk dat dat de tactiek moet zijn. Is er ergens nog een pijl die ik kan gebruiken? Ik kan geen één pijl gebruiken nu. Alle pijlen staan in brand. Ik kan niks doen. Ik kan wel de knop hopelijk aanzetten. Maar voor de rest staan alle pijlen in brand. Nee. Nee. Nou ja, ik heb in ieder geval de knop aangezet. Ik kan zijn damage wel hebben. Dat is meestal zo'n 17 tot 30 damage. Dat kunnen we wel hebben. Hij gaat weer die verenstorm doen, jongens. Heel die cirkel die staat in de fik, joh. Oh. Waterorigant, jongens. Die hebben we nodig. Let's go. Ik ga gewoon alleen die waterorigant pakken. Let's go, Mario. Tovercirkel is actief. Ik hoop zo dat dit gaat werken, jongens. Ik hoop zo dat dit gaat werken. Let's go. Waterorigantje, Olivia. Let's do this. Hoppakee. Kijk. En heel de battlefield. Al het vuur is weg nu. Nice. Lekker. Hij gooit een vuurbal. Zo'n grote vuurbal, jongen. Waterblessuur. Dat hoef ik je vast niet uit te leggen, zegt Olivia. Als de origant niet meer in brand staat, kun je hem vast aanvallen zonder schade op te lopen. Kijk, dit is lekker. Nu moeten we het even goed gaan doen. We moeten de knop opnieuw aanzetten. Dat is op zich geen probleem. Dat kan op deze manier. Dan gaan we hier naar beneden, maar dat is niet de bedoeling. Kan ik hier een... Ja, hier kan ik een plus eentje pakken. En dan gaan we hem daar vastpakken, jongens. En dan hoop ik dat dit genoeg is. Dan hoop ik dat we hiermee de vuurorigant hebben verslagen. Let's go. We hebben de knop aangezet. We hebben een plus eentje. En we kunnen hem nu pakken. Want hij staat niet in de fik. Als het goed is, moet dit gaan lukken, jongens. Hij heeft niet zo heel veel HP meer over ook. We gaan hem grijpen. En we gaan hem smacken. Go, 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 go. Nog een keer. Nog een keer. Pap. Ja, lekker. Lekker. Ja hoor. Ja hoor. We hebben hem. We hebben hem verslagen. Lekker, man. GG Mario. Hoppakee. Yay. Nice. 2500 muntjes erbij. En daar gaat hij, jongens. De vuurorigant is kapot. Nice. We hebben Moltres gesloopt. Ja, en dan gaat Olivia nu natuurlijk die kracht absorberen van de vuurorigant, jongens. Door middel van dit mooie boekje. Kijk daar, het boek van de vuurorigant. Let's go, Olivia. Let's go. We hebben hem te pakken, hoor. Het vuurboekie. Olivia zegt wel dat ze dit de lastigste vindt tot nu toe. De vleugels, de combinatie van berg- en dalvouwen. Die totaal ongeloofwaardige vuurbestendigheid. Ja, het was ongeloofwaardig, maar het was toch echt zo, Olivia? En misschien ben jij voortaan ook wel vuurbestendig. Volgens mij snap ik de theorie, maar kan ik het ook in de praktijk brengen? Mijn hart gaat tekeer. Jij kan dit, Olivia. We drukken op X. Let's go. Verander in die vuurorigant dan. Kijk, daar gaat ze weer. Daar gaat ze weer. Rode flapjes. Nog meer rode flapjes. Ja, dit lijkt op iets van de achterkant van de vuurorigant. Hier zien we... Ja, hier zien we de staart of vleugel. In ieder geval staat allemaal in vuur en vlam. En we hebben mega Moltres. Nice. Deze is wel mooi, jongen. Dit is echt een mooi origantje. Oh, jee. Weet je nog dat ik zei dat mijn hart een keer ging? Nou, nu voelt het alsof het in vuur en vlam staat. Ja, toch? In brand staat. Nice. Kijk te gaan, jongen. Kijk te gaan. Ja, dit is vet. Dit is echt cool. Wow. Verbrand alles. Nice. Lekker, Olivia. Lekker. Oh, we hebben een kabelbaantje. Ik heb het vuur in mijn hart gewoon losgelaten. En kijk wat er gebeurde. Die vogeltjes staan in vuur en vlam. Wat een schouwspel. We gaan naar boven, Olivia. We gaan er naartoe. Jij hebt deze weg vrijgemaakt. Let's go. Ik ben wel benieuwd, jongens. Dat moet je het echt nooit doen, jongen. Gewoon even in zo'n kabelbaan stappen terwijl je niet eens weet waar het je brengt. Is het slim? Is het slim dat we dit gaan doen? Dat we ons door het vogeltje laten leiden? Oh, we gaan ook echt naar beneden. We gaan niet eens naar boven. Oké, we gaan terug naar de ingang. En professor Toad, die stond lekker hier te wachten. Die wilde niet mee naar binnen. Die zegt, misschien had ik het erop moeten wagen. Nee. Een professor heeft niks te zoeken in een vurige tempel vol valstrikken. Oh, shit. Toad voelt zich ongetwijfeld aangevallen. Olivia zegt, professor, we zijn terug. Hij begon net te twijfelen over zijn loopbaankeuzes, die professor. Nou, als je niet durft, dan denk ik dat je de goede beroep hebt gekozen. Anyway, let's go. We zijn weer terug. Hallo. En Olivia die zegt, dit ga je niet geloven. We hebben de vuurorigant ontmoet.
Het was een reuzenvogel. En ik ben in de vogel veranderd. Mijn hart gaat nog steeds tekeer. Werkelijk, nou, hier was het ook behoorlijk spannend hoor. Hij heeft de vlammen aandachtig bekeken. En hij heeft ontzettend gezweet. Het is niet alsof we dat allemaal doen nu in Nederland met 35 graden. Maar chapeau hoor, Toad. Goed gedaan. Hij moest zichzelf een paar keer uitwringen. Ja, dat heb ik ook, man. Met mijn baard zo... Nee, dat is een grapje. Dat is niet hoe een baard werkt. Hoe dan ook. Goed gedaan, Olivia. Hopelijk komen je nieuwe vaardigheden nog van pas. De vuurorigant? In de pocket, jongens. In de pocket. We zijn weer op de grote imposantvlakte. We blazen op ons fluitje. Zodat we Femke Louise-stijl weer even vroom vroom kunnen gaan. En dan gaan we eens even keihard naar die torens. Ja, er waren er dus meer dan één. Ik dacht dat dit de enige was, maar er zijn er dus meer dan één. We hadden in de vorige aflevering nog een andere gevonden. En blijkbaar zijn er vier van dit soort torens. Laten we in de eerste gaan kijken. Ja, wat staat hier nou, Toad? Je zult mijn oog nooit bereiken of je moet bij mijn voeten kijken. Moeten we gaan graven? Moeten we even gaan graven bij de voeten van deze toren? Het zou zomaar kunnen. Kan je hier ergens graven? Kan jij me helpen, Toad? We moeten bij zijn voeten kijken. Misschien moeten we even andere toren opzoeken. Oh, we kunnen nou trouwens ook deze even openmaken. Want we hebben nu weer snippers te pakken. De grote wifi toads. What up, wifi toads? Ik hou hieruit. Succes hier in je laboratoriumpie. Maar wij hebben op dit moment grotere problemen. Misschien dat als we het lint volgen, dat we dan bij de andere komen. Bij de andere torens. Oh, wacht even. Is dit ook een toren? Is dat wel het dismeneertje? Hier lijkt het gele lint op te houden, zegt Olivia. We weten dat het verder doorloopt, maar het zit te diep om het op te graven en los te maken. Toad zal even het oude opschrift vertalen. Waar duister valt, bederft het zand, zwam zijn stempel onder het land. Oké. Maar Toti snapt het in ieder geval. Die zegt, oh my god, dit gaat over de tempel van Zwamses. Zou het kunnen dat de verloren tempel hier onder het zand ligt te sluimeren? Ja, dat denk ik wel. Maar hoe halen we die tempel weer tevoorschijn? Was hier ook nog een tempel? Ja, daarachter staat ook nog een tempel. Of ja, ik bedoel een toren. Hier was er ook nog één. Eens even kijken wat hier voor opschrift staat. Oh ja, deze ziet er echt compleet anders uit trouwens. Misschien moeten we hier dan wat doen. Kan je dit lezen, Toad? Wat hier staat? Onder vervlochten tweelingvoeten kun je mijn oog in naalden groeten. Daar snap ik toch helemaal niks van. In ieder geval, hier kunnen we de kracht van de vuurorigant gebruiken. En dan kunnen we deze toren misschien een soort van in de fik zetten. Of in ieder geval hier deze olie aansteken. Zodat deze ook aangaat. Let's go, Olivia. Kijk, dit is inderdaad wat ik daarmee bedoelde. Dan staat deze toren ook aan. En dan komt hier natuurlijk ook wat zon of nou ja, wat licht doorheen. En dat was volgens mij de bedoeling van die torens. En Olivia is zelf ook verbaasd. Ik heb al dat zwarte water in brand gezet. Zwart water, nice. Olivia vraagt, moest er verder nog iets gebeuren nu dat we beter licht hebben? Ja, dat weet ik dus niet. Maar kunnen we even hier doorheen kijken? Ja, ik moet hier iets voor hebben. Ik moet hier een itempie voor hebben. Hoe kom ik aan dat itempie? Ik heb hier blijkbaar nog niet gegraven. Het zou wat zijn als die dat gewoon opgraaft ergens, hè? Dat zou wel heel simpel zijn, hè? Ik denk niet dat dat het is. Kijk, daarachter staat ook nog een toren. Maar die staat ook nog niet aan. Dus hoe komen we bij die toren dan? Moeten we dan via Zwamstad of zo? Kijk, ik wil eigenlijk daarachter. Want daarachter is nog een gat dat ik kon opvullen. Maar moet ik dan eerst bij hem alles kopen of zo? Maar hij heeft alleen nog een item voor 8000 muntjes. En ik heb nog maar 10.000 muntjes. Nee, ik denk niet dat het in Zwamstad is. Ik denk toch dat we in de buurt moeten gaan zoeken van die toren zelf. Bij deze toren stond een opschrift over de voet van de toren. En we kunnen natuurlijk gewoon Toad laten gaan graven. Dus ga jij eens even graven. Dit dus. Dit dacht ik al. Het is een rare steen. Wat is het? Het is een heel oude schat. Of gewoon een heel oude steen. Of wat het ook is. Neem het maar mee. Let's go. Ruitvormig juweel. En volgens mij moeten we die in het oog doen. Kijk, want de ogen die zijn allemaal ruitvormig. En we moesten hier al een itempje voor gebruiken. So, let's go. Kijk, dit ziet er naar uit alsof dit zo hoort. Hij begint mooi te fonkelen. En oh, het gebouwtje begint te trillen, jongens. Wat gebeurt er allemaal afgezien van deze mooie lichtshow? Wah! Oh, wacht. Oké, hij begint te draaien. Nice. Volgens mij hoort dit zo. Volgens mij is dit de bedoeling. Kijk, een of andere dikke laserbeam. Oh, en die gaat hier naartoe. Ah, kijk, en nu wordt het duidelijk. Als wij dit natuurlijk doen met alle tempels, dan komt de tempel van Ramses omhoog. Wat was dat geschud? Waarom zijn we allemaal gevallen? Wat is er gebeurd? Rustig maar. Dit ziet er gewoon goed uit. Mario en Toad die kijken naar boven. Ja, en die, ja, ze zien dat het goed is. Moet je die lange slungel zien? Kijk er nu de andere kant op. Misschien wilde hij gewoon even wat anders zien. Nee. We moeten al die stralen naar dat platformpje laten brengen. Dus we gaan nu op weg naar de toren waar we net waren. En dat was hier aan de linkerkant. En dan gaan we hier eens even zoeken hoe we deze
deze lichtstraal activeren. Maar dat doen we in de volgende aflevering, jongens. We hebben de vuurorigant verslagen! Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Niet vergeten. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!